Welkom bij Kunst. Afgelopen vrijdag werd in het GRIT, het voormalig Grafisch Museum, een expositie geopend met hoogtepunten van de beste Vera-posters van de afgelopen 5 jaar. En hoe is die liefde voor het zeefdrukken begonnen bij jou? Die liefde die begint eigenlijk met liefde voor muziek. Oké. Okay. Als je dat leuk vindt. Je werkt in Vera. Mm-hmm. Ik was stapper. Ik liep daar rond en daar hing een papiertje op een deur. En daar kon je je op inschrijven om een poster te maken. En daar heb ik mijn naam neergezet en zo ben ik begonnen. Ik wist ook helemaal niet hoe het werkte. En iemand anders die daar ook op dat moment drukte, die heeft voor mij mijn eerste posters gedrukt. Okay. Dus ik heb het ontwerp gemaakt en ik zei, Kees, jij moet mij helpen met drukken. Ja. En dat heeft hij gedaan. En hoe voelt dat nou als je je poster ziet hangen in Veer, dat je denkt, yes, die heb ik gemaakt, het is voor mij. Is dat verslavend? Nou, dat heb ik nou niet meer, nee. Nee? Nee, ik doe het nu zo lang, dus ja, daar heb ik geen last meer van, zeg maar. En hang je ze ook thuis aan de muur? Ik hang ze thuis niet aan de muur, nee. Nee. Wat is er zo bijzonder aan deze tentoonstelling? Nou ja, wij zijn een museum voor grafische vormgeving en typografie. En affiches zijn natuurlijk bij uitstek een fantastisch medium voor vormgevers. Dus ja, wij vonden dat deze tentoonstelling wel een keertje weer in ons museum moest. Dat is natuurlijk allemaal uit Nieuw-Zeeland. Het is hard rock. En dan ga ik een schets maken. En dan denk ik al gauw aan een kiwi met lang haar. In een auto met een hoop rook die door een bos heen scheurt. Dat heb ik dan getekend. Dan ga ik dat overzetten op een sheet. En daar ga ik dan in krassen. En zo werkt dat. En dan uiteindelijk heb ik dan het ontwerp op sheet klaar, het origineel. En dat ga ik dan inscannen in de computer. Die print ik dan een aantal uit, omdat ik gewoon ook nog niet weet wat voor kleur ik ga gebruiken. Dus ik heb er een stuk of 8 op een velletje staan. En dan ga ik wat kleurproefjes maken. En als ik dan een idee heb dat het goed is, dan ga ik dus bezig met doorzichtige folie de originele maken. Deze originele die gebruik ik om de zeef te belichten en de kleuren op het papier te drukken. En hoe ben jij begonnen met het zeefdrukken? Toen ik jong was, vond ik altijd die posters heel erg mooi. En ja, die beelden die zijn gewoon heel krachtig en de kleuren zijn heel mooi. En dan kwam ik in de bibliotheek en dan zag ik die posters hangen. En dan vroeg ik altijd, oh, als die band geweest is, mag ik dan zo'n poster mee naar huis? En dan hielden ze die voor me achter, schreef ze mijn naam achterop. En dan nam ik ze mee. En ik wilde dat zelf altijd graag doen. En toen ben ik stage gaan lopen bij Vera. Dit is een full color poster. En dat betekent dat die bestaat sowieso uit 4 kleuren. Je moet dan cyaan, magenta, geel en zwart drukken. En als je heel dichtbij kijkt, dan zijn het allemaal hele kleine fijne puntjes. Ja. En wat ik dan doe is, deze plaat die wordt dan 4 keer apart uitgeprint op een soort grote sheet. Ja. En die wordt belicht op de zeef en die kan ik dan drukken. En ik druk dan 4 keer dezelfde afbeelding, maar eerst alleen blauw en dan vervolgens rood eroverheen, dan geel eroverheen, zwart eroverheen. En al die puntjes die mengen met elkaar, die inkten die zijn een beetje transparant. En daardoor krijg je dus eigenlijk dat hele kleurbereik. Hoe kom je eigenlijk tot een ontwerp? Dus voor sommige bands weet je wat ze maken, dan ken je de muziek heel goed. Mm-hmm. Maar soms weet je dat niet en dan ga je natuurlijk luisteren, lezen, video's kijken. YouTube. En dan komt er vanzelf een beeld in. Ja, uiteindelijk komt daar dan een beeld. Michael Kronin is ook een jonge kerel. En ik vond hem een beetje een teddybeer. En hij komt uit Californië. Mm-hmm. En hij speelt hele mooie liedjes. En toen dacht ik, ja, ik ga een beertje maken wat een beetje aandoenlijk loopje heeft. Met een gitaar
Maar het was nog niet helemaal af. En toen heb ik hem op Facebook gezet, het plaatje. En toen heeft een Amerikaanse postermaker daarop gereageerd, Jay Ryan. Okay. En die zei, je moet er een haai bij doen in die andere arm. En dat heb ik gedaan. Als ik dit onder de zeef leg en belicht, dan blijft de coat die op die zeef zit, die blijft op dit gedeelte, zeg maar, zacht. En die kan ik later uitspuiten met water. Wat voor opleiding heb je precies gedaan? Ik heb op Minerva grafisch ontwerp en illustratie gestudeerd, een soort combinatievorm. Het is een poster voor Radical Face. Je begint natuurlijk met de muziek als inspiratie en ja. Je gaat wat over die band opzoeken. En zo ga je nadenken over wat voor beeld ervoor moet komen. Maar soms komt het ook gewoon uit je handen en weet je niet precies waar dat dan, hoe je dat kan herleiden. En verder is dit voor mij een poster waar ik het meest trots op ben qua drukproces, want het zijn maar twee kleuren. En hierbij kon ik net zo blij worden van maar twee drukgangen. Dus dat was qua tijdsmanagement wel een goede, ja. Je kunt natuurlijk ook met Photoshop hele mooie posters maken. Waarom is juist de zeefdruk nu weer opkomend? Ik denk dat het wel iets is wat op dit moment heel erg hip is. Hè? Do it yourself, biologisch eten. Mensen die nadenken over waar komen mijn producten vandaan. En ook sponsor je lokale artiesten en dat soort dingen. Dus ik denk wel dat het past in de tijdsgeest. En past deze tentoonstelling dan ook echt in het nieuwe beleid van Grit? Ja, bij uitstek, want we willen echt ons alleen nog maar richten op vormgeving en typografie. En niet meer zozeer op grafische kunst. Natuurlijk zijn daar heel veel soort vage gebieden die natuurlijk nog wel kunnen. Maar ik denk dat deze tentoonstelling, waarbij je ook weer het handwerk combineert met hedendaagse technieken en jonge mensen, dat bij uitstek past in het nieuwe denken van het museum. Dit was Kunst. Tot volgende week.